televisie maken. Ooit het domein van Hilversum. Als meer kwam erbij. Maar langzamerhand is televisie maken ook iets wat je op veel kleinere schaal kunt doen. In Amsterdam gebeurt dat onder meer via Salto. Maar ook in andere steden in de wereld zijn er allerlei projecten. Een van de projecten die televisie maken, werkeloosheid, nieuwe technologie, mensen aan het werk helpen, allemaal combineert, is JobTV. Rianne Biesters. Klopt. Jij doet dit in Zurich. Je hebt een project opgezet dat heet JobTV. Mooi naam. Ja, ik heb het niet helemaal zelf opgezet. Het is een idee van twee mensen van SFDRS. Dat is het Zwitserse NOS, zou ik maar zeggen. En het idee is dat wij mensen die geen werk hebben in korte tijd opleiden om televisie te maken. Dat het niet helemaal professioneel wordt in 2 weken, dat is nou eenmaal zo. Het wordt ongeveer regionale televisiekwaliteit. En we gaan op... Even, je leidt mensen in 2 weken op? Nou, de eerste 2 weken hebben ze een workshop waar we ze gewoon uitleggen, dit is een camera en dit is toon en of geluid. En zo kan je het aan elkaar snijden. En dan krijgen ze nog 3 weken wat wij dan noemen weiterbildung, verdere opleiding. En daarna beginnen ze, dus ze zijn 1 juni gekomen, vanaf half augustus zitten we op de zender. Dus ze hebben ongeveer 2 maanden om zich voor te bereiden op het maken van items. Nou moet je even zeggen, zender, want net zoals in Amsterdam hebben we 27 kanalen waarvan er dan 2 voor Salto zijn en 1 voor AT5, wat weer wat professioneler is. Hoe zit het in Zurich? We hebben Tele Zurich. Ja. En ik heb ook iets van Hasli TV. Ja, Hasli TV, daar zitten we niet op. Tele Zurich is de grote... lokale zender. Ja. En wij zitten op alle lokale zenders, alle grote lokale zenders in Zwitserland. Dus dat is Tele Bern, Tele Basel, Tele M-Ice, Tele Schaffhausen, Tele Winterthur. Die zijn aan elkaar gekoppeld, ook voor live beelden of nee, gaat het met banden? Die zijn helemaal niet aan elkaar gekoppeld. Het zijn totaal andere stations, hebben ook andere regels enzovoort enzovoort. En wij maken gewoon een programma wat we iedere keer aanpassen voor die verschillen. Dus bijvoorbeeld in Tele Zurich hebben we een Zurich bij het... Maar geef even een idee. Jullie hebben mensen die laat je een anderhalve maand trainen en dan laat je items maken. Zegt Tele Zurich dank u wel of betalen ze daarvoor? Tele Zurich is een gesubsidieerde opzet of is het een... privéonderneming? Tele Zurich is een privéonderneming. Wij zijn gesubsidieerd. De mensen krijgen hun loon zoals ze normaal, anders zouden ze, hier moet je gaan stempelen als je werkloos bent en dan krijg je een uitkering. Nu krijgen ze geen uitkering, maar daarvoor krijgen ze loon en dat is meestal iets meer dan hun uitkering. Ja, ja. Dus het is wat we in Nederland via, in Amsterdam heet dat NV Werk en werk op maat. Er zijn allerlei initiatieven waarbij werklozen worden gestimuleerd om wat te gaan doen. Ja, en bij ons is het dan zo dat we, behalve dat ze leuk televisie kunnen maken, worden ze ook begeleid in beroepskeuze. En verder als ze zich ergens gaan voorstellen, hebben een psycholoog die ze dan helpt om dat goed te doen en tips geeft en zo. En ons doel is eigenlijk uiteindelijk dat al die mensen een baan vinden. Niet per se in televisie, maar het schijnt zo te zijn dat je bij televisie werkt, dan krijg je meer zelfvertrouwen. Meer zelfvertrouwen, je weet je beter te presenteren, je moet bij ons je ideeën verkopen. Dus als je bij ons je kan verkopen, dan kan je later ook aan je nieuwe werkgever verkopen. Dat is een beetje het idee erachter. En vorig jaar hebben 30% van de mensen die bij ons gewerkt hebben, dat was een pilotfase, hebben toen een baan gevonden. En nu hebben wij, we zijn nu 3 weken bezig en de eerste hebben we al aan een baan geholpen. Maar dat is heel kort, dus je leidt mensen op, nou echt in een minimum tijd. Als je in Nederland naar de mediaacademie gaat, dan kost dat 4 of 5 jaar. Je kunt hele dure cursussen volgen bij de NOS en dan doen ze het een jaar over. Je kunt in Amsterdam natuurlijk ook wel parttime cursussen volgen, bijvoorbeeld bij Open Studios. Maar dit klinkt als in het water gooien en zwemmen. Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt, Nederlands eerste regionale zender was StadsTV Rotterdam. En daar begonnen we ook gewoon. Daar had niemand ooit televisie gemaakt. Je komt uit die wereld van lokale. Ik ben bij StadsTV ooit begonnen. En al die mensen zijn goed terechtgekomen. Dus, wat ze in Amsterdam nou willen weten is, wat voor budget hebben jullie nou voor zo'n organisatie? Je hebt dus nu een ploeg in opleiding van 30 mensen. Daar heb je hoeveel begeleiding voor nodig? Nou, het vorige project hadden we maar 2 begeleiders. Nu hebben we 60% een technische begeleider. Ik ben redactionsleitung, dus redactieleider. Ik ben 100%. Dan hebben we een projectleider die sponsorgelden inhaalt. En nog een projectleider die ervoor zorgt dat wij een offline China hebben. We maken ook nog reclamefilms voor organisaties die niet veel geld hebben. Dus dat is in cultuurbereik of voor arbeidslozenambt. Dat soort dingen maken we ook nog informatiefilms. Hoeveel geld kost dat? We hebben nog een psycholoog. Die is ook nog 80% in dienst. En,
Ja, hoe is dat nodig? Mensen raken wel eens overstrest of hebben begeleiding nodig? Nee, kijk, het ligt aan wat je doelstelling is. Als ik nou een regionale zender was, zou ik zeggen, heb ik niet nodig. Want als ze overstrest zijn, dan moeten ze lekker naar huis gaan en de ziektewet in. Maar wij zijn niet zomaar een televisieprogramma. We zijn mensen die graag willen dat mensen weer een baan vinden. En daarvoor is die mevrouw er om hun te helpen, ja. En we weten natuurlijk uit de psychotherapie dat zelf voor de televisie staan een buitengewoon efficiënte manier is om tegen jezelf aan te lopen. Ja, en ook gewoon, ik denk dat het ook heel goed is dat ze door ons, door de opdracht die ze bij ons krijgen om die verschillende verhalen te maken, in verschillende bedrijven komen en daar merken van, hey, dat vind ik leuk of dat vind ik niet leuk, maar in ieder geval dat ze al leren zich te verkopen en hopelijk zoveel contacten opdoen dat ze ook op een gegeven moment daar kunnen werken. Of bij ons krijgen ze een Avid-opleiding, dat is digitaal snijden. Ja, Avid is dus die editing van al die filmpjes die mensen gaan schieten, want je kan wel op een knop drukken en beeld hebben, maar dan moet ook een beetje aan elkaar gesneden zitten, precies. Het moet kloppen, geluid onder. Dat doen jullie met een digitaal systeem. Ja, en er zijn 6 van die 26 mensen worden speciaal voor dat opgeleid. Die hebben een half jaar lang een opleiding en kunnen daarna behoorlijk aardig... Maar nou kost zo'n Avid ook een 1,5 of 2 ton zo'n installatie. Ja, nou. Hebben jullie gesponsord gekregen? Nee, die hebben we. Dat is het enige wat we niet gesponsord kregen. Dat hebben we helemaal betaald. Maar voor de rest, alles wat hier aan meubels, ook als het een allegaartje is, het is allemaal gratis. Dat hebben we van een firma gekregen die hier dan meubels verkoopt. We hebben al onze computers gratis, we hebben al onze drukkers gratis. Je hebt een boel geritseld, maar toch zal het geld kosten. Geef nou eens een idee wat zo'n opzet kost. Want je kunt dus, als je iedere 2 maanden een nieuwe ploeg zou begeleiden, kun je dus 200 mensen per jaar doen. Wat kost dat dan? Ja, we hebben dus nu, tot en met december, want dat is het geld dat we gezekerd hebben, rond de 800.000. Zwitserse frank. Dus zeg maar 1 miljoen. En dat is inclusief de investeringen? Ja, want die hebben we dus bijna niet, want alles is gratis. Ja, maar goed, zo'n Avid-installatie die gaat daar vanaf. Ja, goed, maar dat is 2 ton. Ja, maar dus je operating cost, als je dat dus op lange termijn zou doen, ligt in de buurt van de 700.000, 800.000 Zwitserse francs per jaar, 1,2 miljoen per jaar. Ja, ik denk dat de grootste kosten op dit moment zijn de lonen van de mensen die het moeten begeleiden. Maar de lonen van de mensen die de cursus meedoen, worden betaald door de overheid in plaats van de werkloosheid. Dat is het werkloosheidsgeld eigenlijk. Er is hier, al de mensen verdienen hetzelfde. Dat is 3.500 frank krijgen ze per maand. En als dat minder is dan je uitkering, dan wordt dat verschil wordt dan nog bij betaald door de regering. De werklozen die je hebt, waar komen die vandaan? Want dan haal je zomaar mensen van de straat. Of als ik dit bedrag hoor, 3.500 frank, dat is 4.200 gulden, is een aardige uitkering. Ja, maar nou liggen de lonen hier iets hoger dan in Nederland. Dus, en alles is ook veel duurder dan in Nederland, dus dat kan je ook weer meteen tegen elkaar wegstrepen. Het is gewoon niet veel. Het is iets minder dan modaal, zou ik zeggen. En, maar de mensen die je hebt, zijn dat mensen zonder enige ervaring of juist heel erg gemotiveerde mensen uit de mediawereld? Nee, mensen die echt uit de mediawereld komen, die hebben we niet nodig, want die kunnen bij ons eigenlijk niks meer leren. Dus we hebben 2 mensen die wel ooit productie en regie gedaan hebben. En verder hebben we een aantal mensen die toneel hebben gedaan. En we hebben veel grafische designers. En dan nog 2 reclame mensen. Maar we hebben ook een kapper en een stewardess. En het is een zootje. Allemaal verschillende mensen. En werkt dat leuk? Dat werkt heel leuk. Juist in de diversiteit gaat het natuurlijk goed. Want zo'n stewardess die kan naar de luchthaven gaan en een item maken over luchthavens. En die kennis dan weer delen met iemand die uit de kapperswereld komt. Ja, nou wat vooral heel erg leuk is, is dat als je met allemaal televisiemensen samen bent, dan krijg je een soort automatisme. Het moet allemaal even glossen en even snel gesneden en allemaal hetzelfde. En nu krijg je hele leuke ideeën waar je zelf echt nooit op zou komen, omdat je al zo in dat stramien denkt van zo moet het eruit zien. Die mensen worden niet belemmerd door enig idee van hoe het eruit moet gaan zien. Wat ook een nadeel kan zijn, maar wat ook af en toe een voordeel is. Ik doe weer een leuk idee op. Nou, we zitten hier in Zürich. Zwitserland is wat groter. Is dit idee te verplaatsen naar andere plekken in Zwitserland? Is dit idee te verplaatsen in Amsterdam? Absoluut. Ik denk... ik weet niet precies hoe het in Amsterdam gaat, maar hier is het zo dat je 2 jaar mag stempelen. Dus 2 jaar lang mag je werkeloos zijn en in die tijd kun je je omscholen op allerhande gebieden. Nou is Nederland een land waar verdomd veel gebeurt al op het gebied van media en waar volgens mij ook heel veel mensen werkeloos zijn die eigenlijk televisie kunnen maken. Dus ik weet niet of het voor werklozen iets zou zijn. Maar... Nou, wat op het moment in Nederland aan de gang is, is dat de grote omroepen erachter komen dat ze met die 30, 40, 50, 100 kanaal die we natuurlijk krijgen, het allemaal niet meer kunnen bolwerken. En nu zijn er dus grote bezuinigingsoperaties aan de gang in Hilversum en daarna als meer. IDTV heeft 40 mensen ontslagen. Maar dat zijn allemaal mensen die er nog denken in termen van 30.000
tot 50.000 gulden per uur televisie op zijn minst. Jullie denken vast in een lager bedrag. Ja, veel lager. Ik denk dat het ook een beetje overdreven is. Ik bedoel, als ik hier kijk naar de nationale televisie, daar ga je ook nog op stap met een regisseur en een journalist en een cameraman en een geluidsman en nog een scriptgirl. Dat is belachelijk. Teletsuri werkt gewoon met VJ's, noemen ze dat, zijn videojournalisten. Die doen alles alleen. Die zetten een camera neer, gaan het voorstaan, doen een stand-upper en nemen dat spul mee naar huis en snijden het zelf. Er is zelfs geen kutter. Dat klinkt aardig, maar ik ben bij Teletsuri ook geweest een tijdje geleden. Dan kom je daar binnen. Ze begonnen met high-eight-camera. Nu hebben ze dus ook allemaal digitaal. Ja. Ze gooien het ook allemaal over tegenwoordig naar Betacam. En Teletsuri heeft een budget van 8 miljoen Zwitserse francs. En meer dan 100 mensen in dienst. Dat gaat al bijna naar wat we in Amsterdam hebben, AT5. Lopen ook 100 of 150 mensen rond. Doen ook 8 miljoen per jaar, maar met een fors verlies. Die jongens doen nog net of het echt is. Die hebben ook volgens mij toch de neiging om dus toch maar steeds echt de televisie te willen maken. Ja, maar die jongens die worden er ook heel erg rijk mee. En ik denk dat je me af moet vragen, wil je gewoon rijk worden? Nou, dat wil eigenlijk iedereen. En dan kan je ook al goedkoper gaan werken dan dat het nu gedaan wordt. Of zeg ik, wij zijn ideeel, wij moeten niet rijk worden, wij worden toch al betaald. Ja, maar en daarom kunnen wij goedkoper werken. Wij hoeven de aanpak van bijvoorbeeld, wat we dan Aalsmeer noemen in Nederland, dat is de Mol, was om de mensen 30% harder te laten werken en 20% minder te rekenen. Daar werden ze ook nog lekker rijk van. Maar ook dat blijkt dus langzamerhand niet meer te werken. Want je moet gewoon eigenlijk voor 10 of 20% van de vorige productiekosten tegenwoordig televisie kunnen maken, wil je het op lokaal niveau kunnen redden. Ja, maar dat betekent dus dat er andere aanbieders zijn die het goedkoper kunnen maken. Nou, en zolang anderen het kunnen, kan jij het ook. Zeg nou de vakbonden niet tegen dit soort initiatieven wat jij doet, van hallo, je bent gewoon de markt aan het verpesten. Nee, want de films die wij, voor Teletsuri bieden wij het gewoon gratis aan. En wij krijgen van hun tijd, er zijn ook programma's die moeten betalen om op Teletsuri te komen. Want die willen dus eigenlijk gewoon geld verdienen. Nou, wij mogen daar gratis op, dus wij worden gesponsord. Dat geldt ook voor al die andere zenders waar wij op zitten. En wij verzieken de markt niet, want wij maken bijvoorbeeld geen reclamefilms voor bedrijven die het zouden kunnen betalen. Dat is ongeveer hetzelfde probleem als wat in Amsterdam dus speelt met de filmacademie. Die mogen dus absoluut geen commerciële opdrachten doen. Ja, dat doen wij ook niet. Want anders dan hebben we straks alleen maar arbeidslozen die bij ons willen komen werken. Dat willen we niet. Is er voldoende aanbod van mensen die deze opleiding willen volgen? We hebben er te veel. Iedereen wil het wel doen, maar wij willen niet iedereen. We willen ook een beetje kijken of zo'n groep een beetje bij elkaar past. En of het mensen zijn die een beetje stressbestendig zijn. En of het mensen zijn waar we ook nog iets mee kunnen. Kijk, mensen die al 3 jaar televisie gemaakt hebben en die erachter komen dat ze dat gewoon niet kunnen, die moeten niet naar ons toe komen. Want dan kunnen wij ze niet meer uitleggen dat ze het wel kunnen. Maar mensen die gewoon heel erg geïnteresseerd zijn, of heel erg op de muziekacademie altijd gericht geweest zijn, of op beeld of fotografen, we hebben ook een aantal fotografen hier, die iets meer willen doen, dan denk ik, dan kunnen wij een heleboel doen. Dankjewel. Nou, JobTV dus, een Zwitserse uitvinding met een beetje Nederlands tintje. Bedankt voor je uitleg en we zullen eens kijken of we in Amsterdam daar wat van kunnen leren. Oké, heel goed.